Gilani was ooit een jongetje met obesitas. Hij woog wel 120 kilo. Maar door ingrijpende levenslessen is hij vandaag de dag yogameester, coach en theatermaker. En inspireert hij andere mensen hun eigen pad te bewandelen. Eén woord. Zelfonderzoek. Ik geef zo'n boodschap mee omdat ik het fijn vind als studenten dan zelf nadenken over die boodschap. Terwijl ze op de mat staan hier bij mij, maar ook als ze van die mat weer afstappen. Met dat in je achterhoofd breng je je handen in gebedspositie voor je hartcentrum. En je buigt met je hoofd naar je handen toe. Hallo Gilani. Hallo Narsing. Hoe is het? Goed. Jij komt hier vaker? Ja, ik kom hier vaker. Je bent super fit. Ik kan me niet voorstellen dat je ooit 120 kilo bent geweest. Ik kan het me soms ook niet meer voorstellen. Maar het is wel zo geweest. Wil je daar wat beeldmateriaal aan? Alsjeblieft, want anders raak ik echt in de war. Want ik kan het me echt niet voorstellen. Oh ja. Ja, een welgevoede Surinaamse jongeman. Juist. Hoe is het gekomen dat je op zo'n jonge leeftijd al zo dik was geworden? Als ik één reden moet benoemen, dan ben ik toch echt geneigd te zeggen de breuk tussen mijn ouders. Mijn wereld deed dat op zijn kop staan. En ja, in dit geval heb ik daarmee gedeeld aanvankelijk door te eten. Heel veel te eten. En dan 120 kilo later komt er een kantelpunt. Ja, ik zag veelal dat succesvolle mensen aan bepaalde criteria leken te voldoen. En één daarvan was, ze zijn slank. Mm. Dus dat heeft toen gemaakt dat ik rond mijn 17e voor het eerst in Zuidoost de sportschool ben ingedoken. En aan de slag ben gegaan en daar mijn eerste 10 kilo ben kwijtgeraakt. Ja. Wat was de volgende stap? Die eerste 10 kilo zijn er dus vanaf gegaan. En toen kwam eigenlijk de ontmoeting met mijn huidige vrouw. Dit is Harufa. Harufa, yes. Wauw. Wat heeft Harufa jou gebracht? Heel veel. Ik ben samen met haar de rest van de 30 kilo kwijtgeraakt, die ik er nog graag vanaf wou. We zijn samen met elkaar aan een eigen bedrijf begonnen. Dat ging voor de wind, ging heel voortvarend. Mm-hmm. Ja, we waren toen echt klaar om kinderen te krijgen. Ja, ja. Wat zien we daar op je arm? Op mijn arm zie je een tatoeage van een voet- en een handafdruk van ieders van de meiden. Van ja. Onze twee eerstgeboren dochters. Ze zijn met 24 weken en 3 dagen geboren, dus veel te vroeg. En de eerste heeft 8 dagen geleefd. En de ander heeft 28 dagen geleefd. Heftig. Heel heftig. Hoe draag je zoiets? Hoe draag je zoiets? Inderdaad, je draagt het iedere stap van de weg met je mee. Nee. Dus het is een ervaring voor het leven. Het is een kantelpunt, een ommezwaai, waarin je leven in een ander licht gaat zien. Als je mag meemaken dat het aan het begin van het leven al zo'n wending kan nemen richting de dood, zo snel al, dan besef je eigenlijk al dat iedere dag, maar belangrijker nog, ieder moment een geschenk is. Ja. Dat het een ervaring is geweest die mijn leven ook ontzettend heeft verrijkt. De kindhouding, het is voor mij een bron van troost geweest.
Hoe kwam je in die positie terecht? Ja, dat ging vrij spontaan. Ik plande dat niet. Het gebeurde. Ik wist op dat moment ook niet dat het een houding was die met yoga geassocieerd werd. Okay. Toen heb ik een sprong in het diepe gewagen door me gewoon op te geven voor een yoga teacher training. Zonder dat ik ooit maar een yogales had meegedaan. Dus ik kwam daar aan en ik voelde me nogal een stijve hark, die eerste les, kan ik je vertellen. Inademing, armen doorgestrekt omhoog. Op een uitademing cactus variatie. Inademing, neem die armen weer mee omhoog. Je ervaart en onderzoekt wat deze houding van zo even in jou heeft losgemaakt. Zelfonderzoek. Dus dat je jezelf de vraag stelt hoe je betekenis geeft aan de ervaring waar je je in bevindt, de situatie waar je je in bevindt, hoe uitdagend die ook is, vind ik noodzakelijk. Het is wat mij betreft echt net zo noodzakelijk als ademhalen. Zodra je de vorm gevonden hebt, sluit je je ogen weer en keer je opnieuw met je aandacht naar binnen toe om te onderzoeken Narsing, hoe was deze ervaring? Sommige vormen zijn pittig. Dus ik denk hoe meer ik erin zou oefenen, hoe meer ruimte ik erin zou vinden. Yeah. Maar ja, dat is denk ik wat je ook probeert mee te geven. Yeah. Ja. Ik herken het volkomen. Ik weet het nog, de eerste keer dat ik het zelf deed. Maar... Okay. We komen onszelf tegen. Ja, ja. Wat als tijd niet meer uitmaakt? Wat als eeuwig het nu is, liefde verstopt in de diepte. Zoek leer, zoek leer. Jilani, wat wil jij de wereld meegeven? Leef. Beleef ieder moment. Intens, echt, met volle aandacht, iedere ademhaling. Vanaf dit moment tot aan dat laatste moment, totdat je je laatste adem uitblaast. Dat is wat ik de wereld wil meegeven. Leef, echt.